Er is iets simpels aan liefde. Het is gewoon van hart naar hart. Ik ben Danique, Danique Bol. Ik ben bijna 22 jaar en ik heb dus musicaltheater gestudeerd. Ik kwam pas op de opleiding dat ik dacht, oh, dit is wel zeker een hele toffe kunstvorm die ik zeker ambieer in verdere leven. Het toffe vind ik eigenlijk aan maken is dat je sowieso heel veel zelf kan doen. Het maakt niet uit hoeveel spullen ik opberg, Howie. Denk je nu echt dat ik hem niet zie elke seconde van de dag? Het zijn jouw gevoelens, dingen in je hoofd die je meemaakt of niet mee hebt gemaakt, maar dat je heel goed kan fantaseren of inbeelden. Het proces van het brainstormen, de teksten gaan schrijven en dan allemaal teksten bij elkaar hebben en dat je denkt, wat verbindt dit nou? En uiteindelijk die verbinding vinden in die teksten en dat het één geheel wordt. Het hele creatieve proces, dat vind ik eigenlijk het allerleukste aan theater maken. Er is iets simpels aan liefde. Het komt als regen na de zon. Pijnstillers was een jongerenproductie. Oorspronkelijk een verhaal van Carrie Slee. En wij hebben daar dus een musical versie van gemaakt bij Homemade Productions. Dat gaat over een jongen en een moeder. En die moeder krijgt kanker. En zij wil eigenlijk met hem het leven vieren. En hij heeft daar best wel moeilijk mee. Maar daar helpen ze al zijn vrienden in om dat veel beter te maken. We hebben daar heel veel reacties op gehad dat het echt wel mensen veel meer gaf dan dat ik van tevoren dacht in ieder geval. Dat ze echt na de voorstelling naar je toe komen van oh, bedankt. Mijn moeder dit, of mijn vader dit, of mijn oma dit. Omdat die trein zo trilt en beeft. Natuurlijk, het kan enorm troost bieden, theater. En ook wat ik in mijn eigen stukken wil, dat er... Ik vind taboes iets verschrikkelijks. Dat alle soorten taboes vind ik echt verschrikkelijk. Dus ik vind eigenlijk dat daar, juist met kunst, kan je daar zeker op een makkelijkere weg mee omgaan en dat bespreekbaar maken. Dus ik vind dat eigenlijk het grootste wat je kan bereiken met kunst. Ja, dus echt die taboes doorbreken en gewoon een taboevrije wereld creëren, lijkt me heerlijk. Ja, dat voornamelijk. Deze vlotte meid volgt haar cursus zo trouw, maar heeft nu al spijt. Company. Het is een musical comedy eigenlijk wat gaat over een 30-jarige single in New York. Dit stuk neemt eigenlijk het publiek mee van, het publiek gaat het wel snappen dat hij nog single is. Wilde wel. Daar heb jij je hele leven al last van. Wilde wel. Joanne speelde ik. Het was een hele leuke rol om te spelen, want tegen het eind van de voorstelling had ze enorm veel gedronken en vertelde zij Bobby wel even waar het op stond. Ik ontferm me wel over jou. Maar over wie ontferm ik me dan? Hoor jij wel wat je zegt, Knul? Ben ik klaar voor het minste en het meeste? Ben ik klaar voor al het nare? Toen mocht ik mijn afstudeer solo maken met Alexander van Marken. En dat is eigenlijk uiteindelijk een project, best wel een persoonlijk project geworden. En het ging eigenlijk over... Ja, verschillende dingen, maar uiteindelijk wel de verbinding aangaan met iemand, dat eigenlijk wel pittig is, doordat ik eigenlijk altijd alles zelf doe. Als je een verbinding aangaat met iemand anders, moet je ook delen van jezelf, ook delen en laten zien. Bijvoorbeeld de zwarte kant die iemand heeft, de boze heks in je, dat je dat eigenlijk niet met iemand wil delen, want bang is dat hij dan weggaat. Het hele stuk heb ik zelf geschreven en dan heb ik met Alexander in elkaar gezet. En zo zijn we dat gaan repeteren uiteindelijk. Ik zou zelf graag stukken maken, een beetje hoe ik bijvoorbeeld een toneelgroep Maastricht zie. Zij verweven en supermooi goed spel met zang en met beweging. En dat zou ik wel in de toekomst meer willen maken, dat het gewoon echt een verbintenis heeft met elkaar.